werkzaamheden in een depot die variëren van dag tot dag. De ene dag zijn wij bezig hier in het depot met de beheer van de vondsten, bestuderen van vondsten, kijken hoe oud iets is. De andere dag zijn we met name bezig met bruiklenen te verzorgen, musea die bij ons komen, een voorwerp of meerdere voorwerpen vragen. Ja, dan moeten die opgezocht worden. We controleren die natuurlijk en die worden dan transportklaar gemaakt. Een andere dag kan het zo zijn dat er groepen op bezoek komen en dat we dan met jongeren bijvoorbeeld workshops doen, rondleidingen geven in het depot. Dus in een depot gebeurt er eigenlijk doorheen een maand bijvoorbeeld enorm veel. Alle voorwerpen die gevonden worden in de bodem, die komen uiteindelijk hier en die kunnen uit allerlei materialen bestaan. Dat kan zijn hout, dat kan zijn metaal. De grootste categorie is het gebakken aardewerk, gebakken klei, dat is veruit de grootste categorie. En al die materialen hebben eigenlijk bepaalde omstandigheden nodig om zo lang mogelijk bewaard te blijven. En met name ook voor het metaal is het heel belangrijk dat de temperatuur en de vochtigheid zo constant mogelijk zijn. Nou, het allerleukste aan in een depot werken is eigenlijk tweeledig. Het is enerzijds het ontdekken van de vondsten die in het verleden al gedaan zijn. Eigenlijk ontdek je ze opnieuw. Nu alleen in dozen, hè, als je ze uitpakt, als je bezig bent met de collectie te controleren. Als er vragen komen van musea, dan ga je eigenlijk echt op zoek in het depot. Nou, dat vind ik superleuk. De allermooiste vondst hier op het depot in Vlaardingen is misschien ook wel de allerkleinste vondst. Dat is een kleine glazen steen die gebruikt is voor een ring, een Romeinse ring. En we hebben dat kleine glazen steentje gevonden en in dat glazen steentje, als je het tegen het licht houdt, kun je het heel mooi zien, daar staat een Romeinse godheid in. Dat is zo een precieze werkje geweest. Maar is ook zo'n prachtig mooi voorwerp. En dat dat 2000 jaar in de bodem bewaard is gebleven. En nu hier op het depot zit. En misschien binnenkort wel ergens in een tentoonstelling. Nou, dat maakt voor mij dat dat onze allermooiste vondst is.